Heerlijk, jongens. Dat was een top vakantie. Heb jij ook een goede vakantie gehad, Koen? Ja. Ah, top. En we zijn geëvalueerd van een T1 busje de vorige keer naar een T6 Bully. Dus, jongens, weer aan de bak. Hey, deze T6 is oorspronkelijk bedacht door Ben Pon, een Nederlander. De Bully. En deze Bully, dat slaat dus op bus, maar vooral op lifestyle. Wat een gaaf ding. Deze bus die leeft al bijna 70 jaar. Het binnenhuis is hier natuurlijk al 10 keer vernield. Ik zou ook het huis wat we nu gaan bekijken. Hey, perfect voor mij. Ik zou zeggen gewoon een mobiel kantoor, keukentje aan boord, koelkastje. Wat een luxe. Ja, wel eens bieden. Oh nee, sorry. Het is buiten de douche. Wat een mooi uitzicht. En hier het IJsselmeer. En vandaag gaan we iets bekijken in weer zo'n geheim plaatsje in Noord-Holland. En dit keer is het Weidenes. Wie heeft er ooit van gehoord? De Kronkeldijk die loodst ons er naartoe. Ik ben benieuwd. En volgens mij kan ik hier vanavond ook wel blijven slapen in Weidenes. Komen morgen de kopers. Gaan we straks eerst even proberen. Het dak eraf. Dat is al gaaf, hè? Doodlopend weggetje. En dan weet ik dat aan die kant van het huis een heel stuk grond ligt. Wat er niet bij moet, maar mag. Kijk, de Bully die kan natuurlijk prima in de schuur. Maar ik ga hem zo meteen achter klaar zetten. Kun jij alvast het huis bekijken? Let goed op, want daar is de afgelopen jaren heel veel gebeurd. Net als met zo'n bus. Elke 10 jaar een grote verbouwing. 10 jaar terug is deze woning compleet leeggehaald. Nieuwe vloeren, vloerverwarming, elektrawerk, alles nieuw en luxe. Een hele vrije keuken, een hele mooie badkamer, ruim, licht, naar achter toe uitgebouwd en een relatief jong huis. Legendarisch is dit. Wat een gaaf ding. Ik ga zo het bedje klaarmaken. We gaan eerst nog even de paden faciliteiten bekijken. Wat een privacy hier. Als ik morgenochtend wakker word, weet ik wat ik ga doen. Voor de padenliefhebbers nog een extra verrassing. Het is een mogelijkheid. 7500 meter er extra bij kopen. Met een paddock, een bak. Hier nog een paar stallen. Moet niet, kan wel. Ik heb u lang niet alles laten zien op ruime hectare grond, maar kijk voor meer details, de foto's en de plattegronden bij ons op de site. Geen Kentucky doen, dan zie ik u hier misschien wel morgen.